En het gaat over haar complexe relatie met mannen. Met haar broer, haar zoon, haar vader of haar lief. Mm-hmm. En het gaat over de dualiteit die daarin schuilt soms. De ene dag word je bemind. De andere dag is er wat minder aandacht voor jouw persoonlijkheid. En de vrouwen in dit stuk die hadden dan wat de neiging om zichzelf weg te cijferen. Ja, want wat was het opzet van het stuk eigenlijk? Het opzet van het stuk, wel, het is heel speciaal tot stand gekomen. Ah. En ze hebben een oproep gelanceerd met wat is er mis met een man? Daar kon ik vraag me dat elke dag. Ja, maar voilà. Goed, wat? Veel onder ons, denk ik. Want er zijn 130 vrouwen die daarop hebben gereageerd. Wauw. Ja, En wat was de uitslag van het onderzoek, als we dat zo mogen weten? Wel, daarvoor moet je uiteraard naar het stuk gaan kijken, Els. Maar de uitslag was dat er toch veel vrouwen zijn die heel vaak zich de vraag stellen van ja, wil ik nu nog blijven of ga ik hier toch maar vertrekken? En hoe kan ik hiermee omgaan? En vandaar de titel natuurlijk. Ja. Ja, ja. Nu, als het uitgangspunt is, wat is er fout met mannen? Dan vraag ik me af, is het een feministisch stuk misschien? Nee. Het is geen Dolle Mina-stuk. Het is niet de bedoeling dat we in opstand komen en dat alle vrouwen vertrekken bij hun man. Nee. Het is ook niet de bedoeling dat je kwaad wordt. Ze willen wel dat je stilstaat bij de relatie tussen man en vrouw. Dat je stof hebt om over na te denken thuis. En dat ze tot een positieve relatie komen. Mm. Waar kunnen we het stuk nog zien? In de Waranden in Turnhout op 12 maart. Oké, dan moeten ze daar allemaal naartoe gaan. Ja. Ook de mannen, als ze iets willen leren over de vrouwen misschien.